fresh air. It's really not that bad for a pig. We always say that a pig house is a Op dit moment produceren we bij onze biogasinstallatie, waarbij we alle mest van het varkensbrijf gebruiken, genoeg elektriciteit voor ongeveer 1500 huishoudens. Dat komt neer op een kleine 5000 megawatt per jaar. So farmers have had to pay taxes because they were producing too much manure and therefore nutrients per acre, which are not good for our environment. Now they have another outlet through biogas, through energy production. That is the Western situation. If you look at developing countries, then manure should not be called a waste anyway, because it is rich in nutrients and their soils are usually poor, less fertile, and so they need actually the manure to fertilize their fields. Nou, en voor alle methaan die wij afvangen, ontvangen we CO2-equivalente credits. En die CO2-credits die kunnen we verkopen op de vrijwillige markt, waardoor we nog extra opbrengsten uit onze biogasinstallatie kunnen genereren. I don't think you can reduce animal production because the world is moving. 2 million people already have more to eat than they actually need. 2 billion, sorry. 2 billion are somewhere moving in our direction, like China, India, especially in Asia, but also in Latin America. So people, once their income is rising, they have access to better food, including food of animal origin. Ik verwacht dat deze techniek in de komende 3 tot 5 jaar een vogelvlucht zal nemen. De technieken worden steeds geavanceerder, steeds efficiënter, waardoor het ook steeds beter is en makkelijker is voor een veehouder om het op zijn bedrijf toe te passen.